Vanavond wil ik het met u hebben over een aspect van het voetbal. Wat de laatste tijd, gek genoeg, vaak over het hoofd wordt gezien. Want voetbal, dames en heren, is in wezen, in de kern van de zaak, maar een spelletje. En voetbal moet daarom plezier uitstralen. We moeten het leuk hebben met het voetbal. Waarom niet? Daar is het toch ooit voor bedacht. Het lijkt haast wel, dames en heren, alsof het voetbal vroeger misschien leuker was dan nu. Om daarover te praten heb ik twee mensen uitgenodigd die dit waarschijnlijk zullen beamen. Het is het crème de la crème van de Nederlandse sportjournalistiek. Ze hebben menig artikel, menig boek en menige documentaire op hun naam staan. Het is mijn eer om u te kunnen voorstellen aan Theo Lemmerts en Attie Mansveld. Welkom jongens. Ga lekker zitten. Zo. Wil je het makkelijk kunnen vinden? Ja, broer. Ja. Voordat we beginnen, want dat is een van de redenen dat jullie hier ook zijn, is wilde ik even een stukje laten zien van een documentaire die jullie onlangs gemaakt hebben, waar jullie handtekening onder staat. Laten we eerst even naar een stukje gaan kijken. Goedemorgen. Dus volgens u heeft hier ooit een voetbalstadion gestaan? Ja. Wanneer was dat? Dat was nog in de jaren voor de oorlog. Dat waren zeg maar een beetje ja, de topjaren van BUVOVV. De topjaren? Dat waren wel de topjaren met Van Nistelrooy, Wenslas, Hulleken, Raar. En Benny van der Zuilen natuurlijk. En wat ik hier zie, hè, dat vlaggetje, dat is nog uit die tijd? Dat is eigenlijk een beetje het enige wat er dus nog is van blijven staan. Dus je hebt die lijn, die gaat naar die struik daar. Ja, hier, kijk. En deze lijn, ja. Die loopt daar dood? Ja, precies. Daar was, dus uit die kant op verderop zat aan de dugout. Dus waar die huizen nu staan? Ja, dat was de dugout. Dat was de dugout? Dat was de dugout, daar zat de trainer. Dat was in die tijd Sjors van Hellevoet. Zie je, hier kan je nog een klein stukje kijken, als je die streep doortrekt. En dan loopt hij hier. Dan zouden we zo gaan, loop maar even mee. Hier ligt het verzwegen hoofdstuk 1 en het verzwegen hoofdstuk 2 van de club ligt erachter. Ja. Daar zijn de mooie doelpunten gemaakt. Ja. Kunnen we daar komen? Nee, dat is. Die zijn nogal vervelend. Ik sta niet echt. Dat je nou zegt op goede voet. Bij mij, met die lui. Nee? Nee, die willen er niet aan. Want ik schop af en toe dus nog wel eens. Ja, af en toe neem ik nog wel eens een hoekschop. Je neemt nog wel eens een hoekschop? Zo tegen het eind van het seizoen. Hoe gaat dat dan? Nou, kijk, hier zie je wel het ingesleten plekje. Waar ze de bal altijd neerlegt. Heb ik hem zo nog in beeld? Ja? Zal ik hem nu nemen? Ja, neem maar. Eigenlijk
jonge mensen, voor de kinderen, dat die nog een herinnering bewaren aan wat een plek kan zijn of geweest is. En soms heb ik hier wel eens kindertjes uit de buurt die komen dan hier een balletje tappen en vertel ik ze over het stadion. Het was een oud, nikkelen met koperbeslag, betimmerd houten stadion.